Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten in Amstelveen en Buitenveldert hadden we het volgende gesprek met de communicatieadviseur van het projectbureau Amstelveenlijn. We zijn als projectbureau aan het onderzoeken wat de toekomst van de Amstelveenlijn zal zijn. Als we kijken naar de ontwikkeling in de regio, de groei van de regio en het einde van de levensduur van de Amstelveenlijn in 2020, dan moeten we nu plannen maken om Amstelveen in de toekomst bereikbaar te houden. En wat houden die plannen precies in? Het houdt in dat wij in opdracht van de stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam, onderzoeken hoe de Amstelveenlijn omgebouwd kan worden tot metro. En als die omgebouwd wordt, dan resulteert dat in één rechtstreekse verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Er wordt dan aangesloten op de Noord-Zuidlijn, dus dan heb je een verbinding van Amsterdam-Noord naar Amstelveen-Westwijk. Ja, het is zo, de kenmerk van een metro is dat die, veel mensen denken dat onder de grond altijd is. Nou, dat is niet het geval. Dat kan, maar het belangrijkste kenmerk van een metro is dat die geen kruisingen, geen gelijkvloerse kruisingen heeft met ander verkeer, dus met auto's, fietsers, voetgangers. En dat houdt in dat de metro dus een vrije baan heeft en dat ten goede komt van de veiligheid. Dus er kunnen geen ongelukken plaatsvinden met bijvoorbeeld auto's, omdat die elkaar niet kruisen. En de lijn wordt er een stuk sneller van. Er komen minder haltes. Hoe wordt dat opgelost? Ja, het is nu zo dat om de paar honderd meter in Amstelveen een halte ligt voor de Amstelveenlijn. Dat is best veel. Je hebt als inwoner van Amstelveen vaak de keuze of om naar links of om naar rechts te lopen en dan een van de haltes te pakken. Voor een metro is dat te veel en we moeten dus ook uitzoeken, en dat zijn we aan het doen, waar de beste plekken zijn voor stations om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de metro te pakken. De partijen, de stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en gemeente Amstelveen, die hebben de intentie om de Amstelveenlijn om te bouwen tot metro. Maar het besluit wordt pas in 2012 genomen door die genoemde partijen. En dan is pas een goed besluit nodig, omdat we dan de exacte kosten, het complete plaatje hebben. En tot die tijd blijft de Amstelveenlijn rijden zoals hij rijdt? Ja, Amstelveenlijn blijft de komende jaren gewoon rijden zoals hij rijdt. En in 2012 wordt besloten hoe de toekomst van de Amstelveenlijn eruit zal zien.